Opnieuw een uitgebrande auto in Eindhoven. Dit keer was het raak aan de Hugo van der Goeslaan in stadsdeel Stratum. Zondagavond laat moest de brandweer uitrukken om het vuur te blussen. De politie vermoedt brandstichting. Het vuur ontstond namelijk bij een voorwiel. Veel wagens werden dit jaar aangestoken met aanmaakblokjes die op de voorbanden werden gelegd. De politie doet nu onderzoek naar het incident. Dit jaar waren er dus al veel autobranden. In Eindhoven, Gelderop, Mierlo en Waalre was het al meer dan 80 keer raak.